ben Bridget, ik loop stage op de NIOZ. Hier werk ik met een Multicollector ICP-MS. Deze ga ik jullie nu laten zien. Dank je Bridget. We zijn hier bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, bij het NIOZ, op Texel, vlak bij de pont. En daar staat dit apparaat, de ICP Multicollector. En het is ook echt wat je ziet, een heel erg groot apparaat. Bij Rijkswaterstaat hebben we de hoge resolutie ICP-MS gezien. Die is al wel een stukje kleiner dan deze. Dit is echt een heel groot apparaat. Werkt voor een heel groot deel hetzelfde als een reguliere ICP-MS. Er zijn toch wel grote verschillen. Waarbij we bij de hoge resolutie ICP-MS gaan kijken naar hele lage concentraties. Dus die met heel accuraat zijn. Is deze juist bedoeld om heel precies te meten. Zodat hij elke keer exact hetzelfde meet. Nou, wat Bridget meet zijn isotopen van magnesium. En aan de hand van die isotoopverhouding wil ze kijken wat de temperatuur van het water heeft gedaan. Dus het is heel belangrijk om de isotoopverhouding precies in kaart te brengen. Nou, dat gebeurt hiermee. Kijk weer even naar de schematische opstelling. Kijk, daar zijn we. En dan zie je hoe die werkt. Het monsterintroductiesysteem, daar beginnen we mee. Dan het gedeelte van het plasma. Sampling en skimmercone, eigenlijk heel regulier voor elke andere ICP-MS. Het stukje, kijk wat hier is. Even goed Mieke, hier heb ik hem. Hier zit een diafragma waarbij je de resolutie kunt bepalen. Dat zag je ook al bij de hoge resolutie ICP-MS. Een elektromagneet, een gewone magneet. Bij de reguliere ICP-MS, of hoge resolutie ICP-MS, zijn die omgedraaid. En dan hier naar het hart van het apparaat zelf, de multidetector, multicollector. Hier wordt elk isotoop 1 voor 1 gemeten. Nou, dat is natuurlijk het wezenlijke van dit apparaat. Even een fotootje van de sample-introductiesysteem. Ja, hier zitten we. Ze meten hier zeewater. Nou, dat wordt vanaf dit slangetje wordt het opgezogen en komt hier in de vernevelkamer terecht. Nou, die vernevelkamer werkt in dit geval heel efficiënt, zorgt voor hele fijne druppeltjes en minder dan een procentje komt daadwerkelijk maar de ICP binnen. En 99% is afval. Moet ook voor zeewater, want er zit ook heel veel zout in. Zou heel erg verstorend kunnen werken. Nou, dan ga je hier naar het plasma. Dan wordt natuurlijk de boel verhit. Dan worden de ionen gevormd. Naar de sampling cones, sampling en skimmercones. De resolutie wordt hier bepaald. Je kunt kiezen voor lage resolutie, medium en hoge resolutie. Met behulp van die diafragma. Wat je ook al bij de hoge resolutie ICP-MS zag. En dan gaan we naar de elektromagneet. Nou, is ook weer een fotootje van bij. Nou, de elektromagneet zorgt ervoor dat de isotopen allemaal dezelfde kinetische energie krijgen. Dat is nodig omdat we straks hier heel precies ze van elkaar willen scheiden. Maar om dat te kunnen doen moet het wel zo zijn dat de ene niet veel sneller gaat dan de ander. Want dan gaat die scheiding niet goed. Dus de kinetische energie wordt hier vastgelegd. Bij de andere reguliere hoge resolutie ICP-MS zijn iets weer omgekeerd, omdat ze daar eerst de scheiding willen maken tussen alles wat je wel wil meten en alles wat je niet wil meten. En daarna wordt pas de isotopen gescheiden van elkaar. Hier, omdat je echt isotooponderzoek wil doen, is het belangrijk om eerst hier allemaal de goede energie te krijgen. Nou, daarna gaan we naar de gewone magneet en ook hier is een fotootje van. Kijk, daar zitten we. Even proberen te mikken hoor, met zo'n green room. Daar zit hij, dat oranje ding. Even kijken, even iets naar achteren en dan die kant op. Ja, daar zit hij. Dit is hem. Dat is deze magneet. En in die magneet worden de isotopen van elkaar gescheiden. Dus magnesium 24, 25 en 26 hebben net iets andere baan. De lichtste heeft de buitenste baan, de zwaarste heeft de binnenste baan. Worden hier weer door een ionlens gefilterd en komen dan hier op de multicollector terecht. En je ziet die multicollector bestaat uit allemaal cupjes. En bij de foto kun je dat net niet helemaal lekker zien, maar hij is wel. Kijk, dit is het apparaat van binnen. Elk cupje, een Faraday cupje, vangt dan de isotopen binnen. Dus massa 24 komt in een cupje terecht, massa 25 in het cupje daarnaast en massa 26 in het cupje daar weer naast. En elk cupje telt dan de hoeveelheid ionen heel nauwkeurig. En op die manier kun je ook die verhouding tussen de isotopen heel nauwkeurig vastleggen. En dat wordt later gebruikt voor bijvoorbeeld klimaatonderzoek. Wat was de temperatuur van zeewater? Dat kun je herleiden aan de hand van die isotopen. En dus moet deze meting heel precies gedaan worden. En daar is dit apparaat voor. Nou, geef een laatste blik erop. Dit is hem. En met dit type werk kun je dus isotopen doen. In dit geval magnesium, maar bijvoorbeeld ook andere isotopen die bij het college worden behandeld. Oké, jongens, dank jullie wel voor de aandacht en tot kijk.